Paul, hoe was dat debuut als hoofdtrainer? Had beter gekund. Ja. Was het zo'n wedstrijd waarin het in de lijn der verwachting lag dat één zo'n moment de doorslag zou geven? Nou, je weet wel dat de verschillen heel klein zijn. En wat wij vaak zeggen is, in grote wedstrijden, en dit is gewoon een grote wedstrijd voor ons. Ja, daar zijn de verschillen heel klein. En ja, die worden heel vaak beslist door spelervattingen. Nou, ja. Zo ook vandaag. Er zijn trainers die dat steekt als zo'n bal erin valt. Want Awassar staat tussen een man of 4-5 van jullie in en mag wel die bal koppen. Ik zie hem nu net terug. Ja. En dat is zeker ons aan te rekenen. Ja, zeker weten. Hebben jullie misschien ook te veel op de 0-0 geleund? Nou, dat was absoluut niet de intentie. Alleen, je zag gewoon dat Sparta iets meer overwicht had. En wij kregen er niet goed druk op de eerste helft. Ik denk dat we de eerste helft nog wel zeg maar, wat vaker aan de bal waren en ook op hun helft waren. Een aantal kleine kansjes hadden met wat schoten vanuit de tweede lijn. Dat hebben we getracht aan te passen om er meer druk op te krijgen in de rust. En dat lukte wel aardig. Alleen ja, Sparta ging vervolgens sneller de lange bal hanteren. En vanuit de tweede bal voetballen. En dat doen ze gewoon hartstikke goed. En daar zijn ze heel bekwaam in. En wat ik al zeg, de verschillen waren niet heel groot. Maar een spelervatting doet onze das om. Ja. Itzes had een beetje een andere rol vandaag. Wat meer van achteruit. In de eerste helft vanaf de rechterkant, als ik het goed zeg. In de tweede helft vanuit het midden. Wat was daar het idee achter? Nou ja, wij wilden met 5 achterop spelen. Omdat wij hadden gezien in de beelden dat zij heel gevaarlijk zijn in de counter. Snelle gasten voorop. Engels, ook Dalmau, weet je, ook echt een handenbinder. Dus we hadden zoiets van, ja, we willen gewoon daar een slot op gooien met 3 centrale verdedigers. En dan in aanvallend opzicht die 3-2 uitspelen. Nou, dat ging bij Vlagen wel oké in de eerste helft. Maar we kregen er toch ook gewoon te weinig grip op. En ze konden met die lage backs te veel onder de druk uitspelen. Dus toen hebben we de tweede helft het een klein beetje omgezet. Zijn we meer met 3 gaan drukken van voorop. Ja goed, wat resulteerde in snellere en langere bal van Sparta. Ja, dan wordt het een vechtwedstrijd. Ja, en daar is Sparta gewoon heel bekwaam in. Ja, je zegt we hebben het omgezet in de rust. Vooraf had je het plan klaar, samen met Kees. Is er nog gebeld, gefacetimed, gewhatsappt? Ja, zeker, zeker. En dit is ook een scenario wat we al hebben meegenomen. Van, ja, mocht het zo zijn dat zij om wat voor reden dan ook onder die druk vandaan spelen. Wat is dan het plan? En dus daar gaven de jongens best wel goed invulling aan. Alleen ja, dan zie je dat het, wat ik al zei, dan komt het aan op spelervatting omdat het dicht bij elkaar zit. En dan ga je risico nemen. Ja, en dan geef je ook ruimtes weg in je rug. Ja, en dan zie je dat Sparta gewoon levensgevaarlijk is met die snelle gasten. En dan krijgen ze nog 2 goede mogelijkheden op de 2-0. Die ze gelukkig dan niet maken, waardoor het gewoon 90 minuten lang een wedstrijd blijft. Maar na die goal hebben wij ook niet echt meer aanspraak gemaakt op de gelijkmaker. Dus Sparta is al met al de terechte winnaar. Ja, en als je dan van één ploeg moet verliezen, in jouw geval, dan maar van Sparta, toch? Ja, ik gun Sparta het allerbeste, maar ik wil van niemand verliezen. Snap ik. Succes. Dankjewel.